Vanaf het moment dat de postduiven waren losgelaten om de kampbewoners de vredesboodschap te bezorgen, eiste Melanie het leven op dat ze 3 jaar eerder had zien wegglippen. Ze had geen geduld. Ze wilde weg van de bed, wand, kleren en haarluizen, de vlooien, de mijten, de eeuwige jeuk. Het matrasje dat ze sinds het eerste kamp moest verdedigen als haar eigen stukje land, was al jarenlang het terrein voor een dagelijkse veldslag tegen een parasietenleger die ze niet kon winnen. In het eerste kamp viel het nog mee, maar in het tweede kamp, voorheen een mannenkamp, bestaande uit barakken, bleef het aantal groeien ondanks het dagelijks luchten en de bestrijding met de schaarse middelen die ze tot hun beschikking hadden. Melanie wilde weer naar school, net als vroeger in de kersenboom klimmen in de tuin van haar beste vriendin, totdat deze klaar was met pianoles. Rennen over een schoolplein, terug naar een huis waar niet alleen vrouwen en kinderen, maar ook mannen woonden. Ze wilde zo snel mogelijk terug naar haar onbezonnen jeugd. Ze was niet de enige die het kamp wenste te verlaten. Binnen de omheining domineerde het verlangen om de vrijheid waar ze zo lang op hadden gewacht te vieren. De Japanse bewakers aan de poort lieten Melanie in gebarentaal weten dat ze er niet verstandig aan deed om weg te gaan en dat de poort na zonsondergang op slot ging. Maar Melanie was zich van geen verzet tegen de kolonie en haat jegens de Europeanen bewust toen ze zich buiten de kamppoort waagde. Er waren tijdens de bezetting met regelmaat onjuiste berichten over de schutting gewaaid. Door de wind liet ze zich niet meer misleiden. Ze kon zich niet voorstellen dat mensen die ze kende als de liefste bedienden in de keuken, bijna onhoorbaar schuifelend over de marmeren vloer van hun koloniale woning, zich op een of andere wijze tegen haar en haar familie zouden kunnen keren. Ze had heimwee naar de bediening in Tegal, van wie ze in tranen afscheid hadden genomen. Haar eigen oma was een Javaanse. Ze was al vele jaren dood, dus ze kon die lieve oma die ze nauwelijks had gekend helaas niet aan de arm mee de straat opnemen als bewijs. Maar wie zou er in godsnaam kinderen en kleinkinderen van zijn eigen volk willen vermoorden?